leven kweken op Mars? Wetenschappers hebben zich over deze vraag gebogen en dit onderzoek heeft nu een prijs gewonnen. De Klokhuis Wetenschapsprijs. Deze werd uitgereikt door Eva, de nieuwe presentatrice van het Klokhuis, en door de jury. We moesten de prijs uitreiken aan degene die gewonnen had. Heel veel kinderen waren aanwezig bij de kinderopening van het wetenschapsfilmfestival In Science in Lux. Ik vond het heel leuk dat ze allemaal dingen gingen vertellen en dat je met zo'n bril ook mocht kijken. Door dit onderzoek zijn we nu een stapje dichter bij leven op Mars. Maar of ze er zelf ook willen wonen? Als het een enkeltje is, niet. Anders wel. Nee, want ik ga niet. Want als ik niet terug wil, dan wil ik ook niet. Tijdens de opening werd ook een nieuwe aflevering van het Klokhuis getoond. Over de 360 graden camera. Een camera die rondfilmt. De kinderen kregen ook een kans om zelf een 360 graden filmpje te bekijken. Ik heb een virtual reality bril op gehad. Dus ik zag liep ik langs een kat. Toen ging ik naar binnen. En daar zag ik fasen en dat was het. Een kinderjury bepaalde welk onderzoek de winnaar is. Ze vonden dit onderzoek inderdaad de beste. Ja, ik keek ook een beetje wat interessant was, wat bijzonder is. Ja, en dat soort onderzoeken. Uit het winnende onderzoek bleek dat je misschien wel groenten kunt verbouwen op Mars. Hij dacht aan tomaten, onder andere. En volgens mij ook aardappelen.